Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering gaan we wederom kijken naar een elektrochemische cel. Als je namelijk een batterij of zo gebruikt, dan levert die een stroom, dus ook een stroomsterkte. En we gaan in deze aflevering kijken hoe je de stroomsterkte van een cel berekent. Moet je dus wel weten hoe een elektrochemische cel werkt? Linkje in de rechterbovenhoek. Oké, we gaan het bekijk aan de hand van een DMFC, dat is een Direct Methanol Fuel Cell. Dat is een brandstofcel waar methanol in gaat en die methanol die wordt verbrand. CH4O gaat erin en het wordt verbrand en daarvoor heb je dus zuurstof nodig. Dus aan deze kant gaat zuurstof naar binnen. Nou, die zuurstof die gaat reageren volgens deze halfreactie en er komt dus water uit. En aan de linkerkant gaat het methanol reageren. Nou, dat is dus de reductor. De halfreactie staat niet in de bina's, dus die zullen we even zelf moeten maken. Je moet dat kunnen. Ik heb daar ook een filmpje over. Kun je vinden, linkje hier in de rechterbovenhoek. Het wordt verbrand, dus er komt CO2 uit. Meestal staat dat ook wel in de tekst genoemd. De C'tjes, die kloppen al. Dan de O'tjes, er moet aan de linkerkant een O'tje bij, H2O. Dan de H'tjes, 6 H'tjes, dus aan de rechterkant 6 H+'en. En dan nog 6 elektronen voor de lading. Hier hebben we de reductor, kun je zien, elektronen staan rechts, reductor. Oké, dit plaatje, dus er gaat dus ook water in. Even kijken, dus H2O gaat erin en hier komt er CO2 uit. Nou, dit plaatje heb ik ook een beetje opgeschoond. Hier hebben we hem nog een keertje. En we zien dus dat er aan de linkerkant H+'en worden gevormd. En aan de rechterkant zijn H+'en nodig. Dus de H+'en gaan door het membraan. En de elektronen die stromen buitenom. Door de motor. Dit is een voorbeeld. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken om een motor aan te drijven. De elektronen gaan dus stromen. Nou, leerlingen met natuurkunde die hebben hier voordeeltje. Stroomsterkte gaat over hoeveel er door die motor stroomt. Hè. Een stroomsterkte wordt aangegeven met I en de eenheid ampère. Ampère is een samengestelde eenheid. Dat staat voor coulomb per seconde. En coulomb is lading. En hoeveel lading er dus per seconde hier door het draadje stroomt. Nou, dus we moeten uitrekenen hoeveel elektronen komen er vrij. Want die elektronen, dat zijn de geladen deeltjes die rondstromen. Nou, het gegeven in de opgave gaat over methanol, dus we gaan onze berekening beginnen met methanol. En daar hebben we de massa van, 0,10 gram. En met onze halfreactie kunnen wij een molverhouding gebruiken om uit te rekenen hoeveel elektronen er vrijkomen uit dat methanol wat hier reageert. En dus dan moeten we die methanol, die moeten we omrekenen naar aantal mol, want dan kunnen we de molverhouding gebruiken. Als je die twee op elkaar deelt, kom je op 0,0031 mol methanol. Nou, dan kunnen we het aantal elektronen uitrekenen, want dan moeten we dat maal 6 doen. En dan komen we uit op 0,019 mol elektronen. En want we hebben 1 staat tot 6 de molverhouding. Nou, we willen weten hoeveel individuele elektronen hier rondstromen. Dus we gaan die aantal mol vermenigvuldigen met het getal van Avogadro. 6 maal 10 tot de 23ste deeltjes per mol. Nou, dan kun je dus het aantal deeltjes berekenen. Moet je die twee met elkaar vermenigvuldigen. En dan kom je in dit geval uit op 1,13... maal 10 tot de 22ste individuele elektronen. Oké. De lading van 1 elektron, die kun je vinden in bina's. In bina's tabel 7. Wij zeggen altijd 1 min, maar die lading van zo'n elektron, dat noemen we het elementair ladingskwantum, heeft ook letter E, dat is een beetje verwarrend. Maar de lading van 1 min is 1,6 maal 10 tot de 10 tot de min 19e coulomb per 1 min. Dus als we de lading willen berekenen, die wordt bij de natuurkunde aangegeven met een Q, dan moeten we die elektronen,
1,13 maal 10 tot de 22e elektronen. En die hebben allemaal een lading van 1,6 maal 10 tot de min 19e. Dus als we de totale lading willen berekenen die rondstroomt, dan moeten we die twee getallen met elkaar vermenigvuldigen. En dan komen we in dit geval uit op 1804 coulomb. Nu zitten we al dicht bij onze stroomsterkte, want dat was coulomb per seconde. Dus als je de stroomsterkte wilt berekenen, I, dan moet je dus de lading delen door het aantal seconden. Dus moeten we 1804 delen door het aantal seconden. Nou, in de opgave staat dat we 10 minuten overdoen. Dus 10 maal 60, dus 600 seconden. En dan kom je uit op een stroomsterkte van 3,0 ampère. Dus hier 3,0 ampère, oftewel 3,0 coulomb per seconde. Nou, dat getal van die elementaire lading, die kun je vinden in je BINAS. BINAS tabel 7. Echter, we moeten hier om van het aantal mol elektronen naar de lading te komen, moeten we vermenigvuldigen met het getal van Avogadro en met dat elementaire ladingskwantum. Omdat we dat heel vaak moeten doen bij dit soort sommen, is er ook een directe berekening hier naartoe. Dat is met de constante van Faraday. Faraday, dat is een wetenschapper en die dacht van, het is misschien wel makkelijk om te zeggen wat de lading is van een mol elektronen. Dat is 10 tot de 9,65 maal 10 tot de 4 coulomb per mol elektronen. Dus dat getal kun je ook gebruiken. Dan is het maar één rekenstap in plaats van twee rekenstappen. Dus door gebruik te maken van de halfreactie kun je van een gegeven stof naar het aantal mol elektronen, naar de lading van die elektronen en dan met de tijd kun je de stroomsterkte uitrekenen. Soms krijg je een opgave de andere kant op. Dan zeggen we oké, we gaan een brandstofcel, 3 ampère hebben we nodig gedurende zoveel minuten. Hoeveel methanol moet je er dan in doen? Nou, dan moet je zo'nzelfde berekening, maar dan de andere kant op. Wil je dit nou oefenen? Kijk dan op mijn website bij oefenen. Dit zit bij 5 VWO, een oefenopgave ook met stroomsterkte berekenen. Dat was het tot voor zover. Ik hoop dat je hier wat van geleerd hebt. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.